In de avondvoorstelling nu Eva Bonheur, het laatste van 6 televisiebewerkingen van toneelstukken van Herman Heijermans. Jasper. 3 eieren van 9 kippen en 1 haan. Dunnetjes, hè? Mijn bril, waar is mijn bril? Oh. 33? Vorige koers 50, 33, 33, 50. 17 achteruit, 17! Jasper. Thee, Jasper. Ja. Hey, toe, ik neem al 6 aanlopen om je wat te zeggen. Ja, maar wat is het dan? Ik vroeg of je een kop thee wilde. Nou, daarvoor neem je naar de zout. Dat is toch geen 6 aanlopen, hè? Zoiets doet men. Er gaat in zo'n geval niets boven de dag. Heb je wat gebroken? Ja. Ah, merci. Hé, hey, Jerry. Heb jij die hier gedeponeerd? Nee. Kasper, heb je een ogenblik voor me, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. De krant is er. Nou, lees die dan en permitteer dat ik ook lees. Dat is toch afschuwelijk, Jasper. Als jij een boek te pakken hebt, bestaat er niemand en niets meer voor je. Goed, mop. Dan gaan wij ons nu volledig op jouw thee concentreren. Eens even kijken. Nou, dat is een beetje lang getrokken, hè? Of is het misschien stofthee? Wacht eens even, er zit een stokje in. Bezoek. Even proberen. Vrouwelijk bezoek. Miep. Joe. Miepje. Wat voel je daaruit? Begieten bloemen. Wij drinken thee. Dadelijk. Jasper, het is vreselijk. Wat? De beurs. De beurs? Wat voor beurs? Die van vanmiddag. Zou je er misschien al kunnen wennen, mop, om je gedachten een beetje duidelijker te formuleren? Godman, ze zijn ruim 17 achteruit. 17. Een paniek zoals in geen jaren is geweest. Oh, je bedoelt die paar stukjes. Jasper, ik heb zoiets verschrikkelijks gedaan. Verschrikkelijks? Wat dan? Heb je gestolen? Of heb je mij bedrogen? Huh? En vooruit, kom op. Noem mij zijn naam. En bij de hemel, ik scalpeer. Oh, wat is er? Wat doet hij? Het scheerweg bij een treurspel tussen vaders en moeders. Kijken geen kinderen op een schellentje toe. Oh, niet kind, wacht ons even alleen. Echt, al daar. Jasper, op die manier kan ik niet met je praten. Nee, nou schrijf me dat. Jasper, je werkt op een zenuw. Ja, die neurasthenische thee op de mijne. Goed, dan krop ik het alleen. Tjonge, jonge. Is het zo ernstig? Ontzettend, Jasper. We raken nooit meer van eraf. Ik durf er niet meer onder de ogen te komen. 17. Van de week zou alles terechtkomen. Van de week zou jij aflossen op je woord van eer. Goedenavond. Beste lieve Eve, zon van mijn ogen. Doe me één genoegen, Jasper, en maak me niet rebels. Ga zitten, krekel. Neem een kopje thee. Je speel je nou komedie of hoe heb ik het met je? In de krant gelezen? Nee. Nee? Nee. Nee. Daar staat het. 17. Op één dag. Van de week zouden ze olie boren. Van de week zouden ze op de oude koers. Ja, wel daarvan. 50 op 33. 33! Dat is een afgeronde ruïne. Zo'n bij te verdrinken. En hij drinkt thee. Zou jij menen, Sophie, dat deze ongezellige historie er gezelliger op werd? Als ik geen stokjes dronk? Damesbezoek is het uitgekomen, mop.
Ik zeg jou één ding. Eén ding, hè? Laat het erbij. Ja, dat is mijn dank. Eerst iemand villen en hem dan treiteren. Vat het niet zo op, lieve Eve. Je weet wat een groot kind Jasper is. Voor 3 maanden, op een woensdagavond, zijn dinsdag. Jullie... Dinsdag! Ja, dinsdag, woensdag, wat doet dat er nou toe? Zijn jullie bij me gekomen? Pardon, Krekel. Jullie is pluralis. Ik was er niet bij. Och, wel allemachtig. Nee, bedwing nog maar 1 seconde jouw temperament. Mop, was de kapitaalkrachtige. Mop heeft met speculeren haar vingers gebrand. En ik, als toeschouwer, ik kan ook eens een traan plengen. Hè, dat jullie vrouwen, in plaats van je spaarduiten in een solide oude sok te bewaren, je met zaken bemoeit waar zelfs de geniaalste gauwdief geen verstand van heeft. Heb jij mij in vertrouwen genomen, Mop? Heb ik ooit een hand uitgestoken om jouw couponschaar te hanteren? Dat is zo. Kles maar! Met klessen krijg ik mijn geleende centen niet terug. En met lachen net zo min. Jij doet als de struisvogels. Ik wou dat jij hetzelfde deed, Hart. Struisvogel heeft in verhouding het grootste ei en de kleinste tong. Ach, een vraagje. Het is zo zalig om niet te zien als je niet wil zien. Jij bent geen man en geen vader. Geen man en geen vader, Dixie. Als het huis instort, kijk je nog door dat ding om te zien hoe een manke Flo eruit ziet. En als je enige dochter de godganselijke dag bij het kippenhok scharrelt... Ah, kippenhok. Eitje, hier. Rauw geklutst op de nuchtere maag. Uitstekend. Ja, dankie, bonjour. Maar er komt herrie. Nog meer herrie? Jij moet je schamen. Ik schaam mij. Je knijpt je ogen bij alles dicht. Dichter! Jasper. Hij houdt zich afzijdig, hè? Hij weet niks, hij ziet niks. De buurt spreekt er schande van. Van wat? Van dit, van dat, van alles. Dat is menselijk. Dat getuigt van een breed inzicht. Bonjour. Pardon, bonsoir. Ik scharrel niet de godganselijke dag bij het kippenhok. Ja, wat wil ze nou toch met dat kippenhok? Ik haal niet 6 maal per dag dezelfde eieren uit het hok. Nee, dat is heel verstandig, Eve. Maar mens, snap je nou niet wat ze bij die ren zoekt? Ja, misschien kijken of de haan hoffelijk genoeg is tegen de hennen. Jawel, daar. Of er geen hei achter de schutting scharrelt. Ach, kom, Eve. Boeken lezen, hè? Dode dieren. Je achter je vrouw verschuilen. Een blinde mannetje spelen bij een gevrij dat de hele buurt oplet. Bonjour. Nou, dat voorjaarsonweertje hebben we gehad. Geen maar een kop thee, hoor. Ja, heb je het laatste gehoord? Jazeker. En zou je Miep niet binnenroepen? Ik denk er niet en als ze nou met iemand... Als Miep ons wat te vertellen heeft, zal ze het wel doen. Geef nog maar een kop thee. En bewaar je tranen voor later. Dat ongeluk met die paar stukjes kom jij wel te boven. Miep! Ja? Hoe laat is het op de klok van de toren? Bij 7. Zijn de kippen al op stok? Net. En de haan? Een vraag. Op. Dat kostelijke leven zit toch niet aan een spaarpotje vast? Hm? Morgen heb je weer dubbel of 3-dubbel terug. Nee. Nou, dan niet. Ik heb meer gewaagd. Veel meer dan ik je heb verteld. Meer dan je had? Ach, het is me over het hoofd gegroeid. Ja, wat schrik je nou? Ik schrik bij elk geluid boven. Als ik hoor lopen, als ze de trap afkomt, als ze de deur toeslaat. Je bent gewoon wat nerveus, hm? Dat is alles. Ze krijgt meer dan ik heb gezegd. Zo? En hoe groot is die schuld? 9000. 9000? Van haar geleend? Ben je zo grof in de weer geweest? Ja, ik had geen surplus meer. Maar voor 14 dagen zei je dat het allemaal niet de moeite waard was. Maar het is de moeite waard geworden. Ik kon de daling niet tegenhouden. Van 119 op 90, 80, 70. In 5 maanden van 119 op 33. En ze worden nog lager. Je had 200 pond gekocht. Ik kan die berekening niet volgen. 2000 pond. 2000 pond. 2000 pond. Miep! Ja? Miep, hoeveel is 2000 maal 12? Daar heb ik geen hoofd voor. 24.000. 24.000, zo. Nou, dan is ze verloren. 24.000. Doe nou, Jas, manchetten kosten zoveel van wassen. Zo, dat speculeert kapitalen. Dat kijkt op 1 vuile manchet. 2 maal 3 is 6. 21.000 gulden. 21.000 gulden. Dus zij 9.000. Bij 12. Wij? Jij. Hetzelfde, jij, wij. Hetzelfde? Nee. Dat zou ver missen. Nee! Voorzichtig. Ik voel me gek, hoor.
Gek? Nou, als iedereen gek werd die op de beurs het loodje legde, dan had je om de 6 herenhuizen. Krankzinniger is dit. Zoek jij wat, Eef? Nee, ik zoek niet. Ik heb... Wou je wat melk lenen? Ja, lenen. Binnen de maand terug op je woord van eer met 5% rente. Lenen! Ja, Jasper, vind je de situatie zo grappig? Onbetaalbaar! Minstens zo onbetaalbaar als jouw verlies. De mensen zijn toch ook werkelijk... De zotste diertjes in dit onvolprezen heelal. Hm? Die zijn hors concours. Goedenavond. Stoor ik een tête-à-tête? Hoi, integendeel. Komt u binnen, meneer Meipel. Warm. Overdrukkend. Binnen de 5 minuten hebben we onweer. Het weer ligt al. Ja, ik ben zelf aangelopen. Daar staat alles bij stil. Daar is zolang ik de beurs ken nog nooit voorgekomen. Bij God niet. Ik jaag er niet weg? Wegjagen, nee hoor. Maar mijn vrouw weet waarom ik nooit een plezierreis naar Rusland of naar Japan zal maken. Naar Rusland? Naar Japan? Ja, ik hou er niet van. Om in een land rond te hinken waarvan ik de taal niet versta. Hou de thee warm, mop. Uw man heeft geloof ik van die typische manieren om iemand ertussen te nemen. Vanavond, terwijl ik persoonlijk aanwip om de Jobstijding liever mondeling te brengen dan er te schrijven, acht ik zulke steken onder water buitengewoon ongepast. Meneer Meipel, u weet toch... Ik weet alles. Er moet surplus zijn. Voor morgenochtend 12 uur en anders, het spijt me machtig. Anders? Moet ik executeren. Hoeveel is er nodig? 2. 2000? Minstens. En voor 12. Ik snij mezelf bij zo'n beurspaniek niet de keel af. Voor niemand. U had me zo aangeraaid. Dan moet ik voor mijn pizzie provisie, voor mijn 1/8 per mil duizenden riskeren. Nog niet als u mijn zoon was. Maar u zei dat als ze olie zou... Dan haalt u niet op wat ik zei. Ik heb geen stenografische aantekeningen van gemaakt. Weet ik veel wat ik zei, maar nou zeg ik u dat als er morgenochtend voor 12 uur... Wat was dat? Boven. Wat ik voor u gedaan heb, doet geen tweede makelaar. Ben ik coulant geweest of niet? Had ik al niet voor een maand kunnen executeren? Dat wordt op die manier speculeren met een andermans centen. U was er zo zeker van dat ze olie zouden boren. Ach. Dat het een kwestie van weken zou zijn. Ik had er geen verstand van. Oh, neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat er bezoek was. Meneer Meipel, mevrouw Eva Bonneur. Aangenaam. Heel erg aangenaam. Wat een raar weer zo ineens, hè? Het is waarachtig toch niet zo warm geweest vandaag? Ik dacht waarachtig dat het insloeg. Was toch om blind van te worden? 1, 2, 3, 4. Hey, wat gek nou. Nou blijft de slag weg. Oh, ach, Marie, zou je het raam niet dicht doen als ik je er een plezier mee doe? Je moet bij dit weer oppassen dat je het onweer niet aantrekt. Miep, met wie spreek je toch? Niemand. Ik kom. Is meneer familie Nee. Van... Oh, nee? Nee. Hey, ik dacht toch dat u... Dan dacht u verkeerd. Ik heb geen familie, geen kip, geen kraai. Ik sta alleen op de wereld. Ik ook. Wat echt, mop. Eindelijk regen. Is er iemand? Mijn dochter Miep, meneer Meipel. Meipel, is dat die? Ja, die ben ik. En laat ik de familie verder niet ophouden. Ik heb mijn boodschap gedaan, nietwaar? Ja, maar u kan het toch niet door? Hebt u een paraplu? Nee. En blijft u dan nog wat, meneer? Miep, sta niet zo voor het raam. Je kunt er stekenblind van worden. Oh, dat is ingeslagen. Dat is zeker ingeslagen. Oh, dat we nou zo dicht bij de gasfabriek wonen, hè? Ik denk altijd, nou, als de bliksem eens in zo'n ijzeren gashouwer slaan, dan ging de halve stad. Miep, schij uit, dat doet me niet. Dat is het ongeluk aanroepen. Ach, Marie, kan jij er niet even verbieden? En Jesus, wie speelt er nou piano als de pannen van het dak waaien? Kind. Is meneer een kennis van meneer hier? Nee, ik ben meer een extra goede kennis van mevrouw. Oh ja? We zouden er een kaartje bij kunnen leggen. Hm? Wat een gezelligheid. Ja, als het onweert, moet ik mensen om me heen zien. Het is hier om te stikken, zeg. Mop, heb jij dat raam dicht gedaan? Hey, nee, doe mij nou het plezier. Er liggen zo'n boel blinkende dingen op je bureau. Oh, wel allermachtigste. Ja, wat is er? Ik heb vergeten de deur van mijn balkon dicht te doen. Oh, mijn dekens. Mijn nieuwe Japon op de stoel. Oh. Ja, binnen. Meneer. Wat maak je nou voor vrijmetselaarstekens, Rover? Bezoek. Nog meer bezoek? Wat heb ik voorspeld, Mop? Het jonge mens van de achterzij. Aha. Het jonge mens van de achterzij. Bij donder en weerlicht. Kan jij hem niet helpen? Ikke? Huh? Nee. Ik kom met bekwame spoed.
Zeg, zon van mijn hart. Ik hoor het bovenin regenen met stralen. Jouw maagdelijke bedje gaat straks nog als de ark van Noach door de bovenverdieping. Hè? Als ik jou was. Ach, Marietje lief, hij maakt er makkelijk gekheid mee. Maar jij weet hoe ik het bij dit weer altijd in mijn benen heb. God zal je zegenen. Ik heb voor jou toch ook wel eens wat over? Staat de deur aan? Ja, of ik mijn deur voor jullie op slot zal doen. Oh, ik kijk meteen even in de keuken of ik het stel niet heb laten branden. Oh, en Marie? Of Piet niet van schrik in de zaadbak is gekropen, zal je? Ik heb u hier toch nog nooit gezien? Als ik een paraplu had meegebracht, was ik al weg geweest. Gas. Ik dacht dat u heel dik was. U zat zo knus-knus toen ik binnenkwam. Heel dik? Is u ook zo'n halve geleerde in allemaal dode dieren? Nee, ik doe meer helemaal ongeleerd in dode papieren. In papieren? Van de beurs. Petroleum? Vandaag petroleum, morgen rubber. Is u de makelaar? Mm. Heb u die 2000 pond? Oh, dan zou ik u wel eens willen spreken. Over? Juist. Over. Ik zit erin. Heb u bijgesprongen? Met een kapitaal. Fluiten. Fluiten? In de zee? Ik heb er betijds gewaarschuwd. Jawel, ik laat me daar oplichten. Maar dan ben er toch nog advocaten. Oh, daar komt ze. Fluiten, jawel, dan maar ik niet, hoor. Alsjeblieft. Hé? Mijpel en Co. Nee, daar zal hem een stokje voor steken. Mevrouw Bonheur, het was me zeer aangenaam. Dames. Nou, mag het raam zeker weer open, Eef? De lucht wordt helder. Wat vraag je mij voor alles permissie? En jij doet toch wat je zelf wil? Er was niks beschadigd. Je bed was zo droog als kurk. En Piet heb ik toegedekt. Ik heb je toch niet te lang alleen gelaten? Mens, praat niet zoveel. Weet je wie dat was? Nee, en het interesseert me niet ook. Hè, blijf nou zo gezellig als daarnet. Ik leg je toch niks in de weg? Ik zeg jou één ding. Als jij mee... Nee, ik zeg je nog helemaal niks. Wat moet die snotneus van hierachter van Jasper? Ja, hoe kan ik dat weten? Dat is die kwajongen van het kiphoog. Maar Eve. Maar Eve. Er gebeurt niks van, hoor. Ja, ik laat die kwajongen van het kiphoog over de vloer komen. Terwijl ik krom van jullie leg. Dat is laaien, lichten en flessen trekken. Ja, zou je wat zachter willen spreken? Zachter? Voor wie? Voor wat? Fluiten, ja, ik laat daar fluiten. De hele buurt haal ik bij elkaar als het nodig is. Vrijen van mijn centen. Jawel, daar, probeer het. Dit is dan het beruchte museum. Dat is mijn vrouw. Aha. En dit is onze zielsvriendin, mevrouw Eva Bonheur. En dat is meneer Nanning. De naam heb ik niet helemaal verstaan. Nanning Storm. Ach ja, natuurlijk, ja, Nanning Storm. Maar gaat u zitten, meneer Storm. Ach, wou je gaan, Eve? Nou, merci. Ik stond juist op het punt om je te verzoeken. Neem op. Meneer wilde ons graag allebei spreken. Hij heeft een speciale studie gemaakt van onze volière. Hij weet precies hoeveel eieren de kippen de laatste tijd hebben gelegd. Vanochtend 2, straks 3. U is onze achterbuurman. Ja, mevrouw. En omdat het toeval het wou... De schutting. Een niet al te hoge schutting. En de kippenren? 2 kippenrennen, hè. Bij mij is er ook een. Zo, Jasper. Kijk eens aan. Dat wordt een heel hoendenpark. Jasper, je laat meneer niet aan het woord. Pardon, ik zwijg. Ik neem de gepaste houding aan. Is mijn dochter? Mevrouw, meneer. Misschien was het niet helemaal correct, maar... Ik heb al een poos kennis aan Miep. En mag ik dan mede namens mijn vrouw vragen waar die kennismaking heeft plaatsgevonden? Daar. Overdag? Ook 's avonds. Zo, dat lijkt op huisvredebreuk, meneer Storm. Nee, wij spraken door een gat wat ik met mijn mes in die schutting had geboord. U kunt u ervan overtuigen. Nee, die beschrijving is wel zo duidelijk dat wij u op uw woord geloven. Dus door die fameuze spreekbuis converseerden jullie? En hoe groot is dat gat in onze schutting, als ik vragen mag? Ik keek er met één oog door. En zij? Met het andere. Dat moet gezellig geweest zijn,
Eén oog, één ziel. Maar jullie waren toch niet zulke idioten om ook s'avonds ieder met één oog, nee. Man? En nu moet ik het ijselijke biechten. Ik klom op het hondenhok en uw dochter op de tuingieter. Mop, kan dat? Man, hoe kan ik dat weten? Jij hebt twee gezonde benen, ik zou het niet klaarspelen. Maar de gieter had de laatste weken wel heel erg gedeuken. Nou, ik moet zeggen, het is fraai, ze. Dus u op een hondenhok en zij op een gieter. En zo hebben jullie gedeclareerd. Nou, die gymnastiektour moet je nog maar eens overdoen, maar dan met getuigen. Met getuigen, daar wringt hem de schoen. Wij hebben een paar maal... Op het hondenhok en de gieter, ja. De buren vergeten. De buren vergeten? Maar meneer Nanning Storm, bent u dan helemaal buiten de maatschappelijke samenleving geboren? Nou, meneer, u is toch ook jong geweest? Mop, zijn wij ooit zo jong geweest dat wij gaten in schuttingen boorden en het kostbaarste deel van de schepping, de buren, vergaten? En dat herinner ik me niet meer. Dat herinnert ze zich niet meer. Nou, ik moet zeggen, het is fraai. En wie van die buren, als ik vragen mag, heeft dan uw schandelijke houding opgemerkt? Ik woon hier te kort om alle namen te kennen, maar die mevrouw van hierboven, die onderscheidde zich bijzonder. Die ziet alles, ook in het donker. Die heeft kattenogen. Ja, de natuur heeft er uitstekend bedeeld. Mevrouw, meneer. Om de minder correcte historie ongedaan te maken, heb ik de eer om de hand van uw dochter Miep te vragen. Als er van uw kant geen bezwaren zijn, dan kunnen wij de spreekbuis in de schutting weer netjes laten herstellen, voor mijn rekening. En dan zullen de evoluties op onderhok en tuingieter, die lang niet makkelijk waren, tot het verleden behoren. Mop, wat is jouw opinie? Ja, Jasp, ik zie meneer vanavond voor het eerst en ik zou eerst met Miep willen spreken. En we weten niets van de positie van meneer. Ik doe voor mijn vak, als u het een vak kunt noemen, hetzelfde wat mevrouw hierboven op het ogenblik zo buitengewoon talentvol uitvoert. Organist. Muzikus. Ik ben violist. Solo violist. Ik heb een heel pak recensies meegebracht ter aanbeveling. Oh. Ik dacht dat meneer alweer weg was. Nee, geluk van mijn ziel. Oase van de bovenverdieping. Meneer blijft voorlopig. Dat is heel plezierig. Ja. En hij doet ons de eer aan om de hand van Miepje te vragen. Ik feliciteer je. Nou, dat is uw eerste gelukwens, meneer Storm. Ja, u hoeft er niet zo verbluft na te kijken. Mevrouw Eva Bonneur is een vrouw met een zeer hoogstaand karakter. Buitengewone intelligentie. Maar ja, af en toe leidt ze aan kleine impulsieve stemmingen. Miep had me een beetje op de hoogte gebracht. Ah. Van wat? Van de overbeminnelijke eigenschappen van mevrouw. Ik heb wat zout van je geleend, Marie. Dat is goed, Eve. Je krijgt het morgen terug. Terug! Ga zitten, Klikkel. Nee, dank je. Wij hebben jouw advies nodig. Ja, wel. Ja. Meneer Nanning Storm heeft geen ouders meer. Nou, Wim? Nou, en wat ben je nou toch in een afgrijzelijke, weemoedige buikrekel? Kom nou, ga nou toch zitten. Kijk, meneer Nanning Storm, die zojuist jouw muzikale talenten heeft bewonderd... Op mijn woord, mevrouw, een... Is muzikus. Ik vind het best. Hij heeft concerten in Duitsland, Oostenrijk, Amerika, bijna meer. Overal zo'n beetje. Nou, en overal zo'n beetje gegeven. Hij balanceert op hondenhokken. Ik vind alles best. En hij heeft Miep's ja-woord, niet waar? Sinds dat straks 7:00. Wat moeten wij nou antwoorden? Adoratie. Wij drietjes. Ik zeg niks. Ik lach niet over een schutting. Ik zeg niks. Ah, tja. Nu? Dat is zo waar een stilte voor de storm. Meneer Storm? Nou ja, vergeef me de voorspeling. Dus kinderen? Ik zeg enkel van 119 op 33. Eef, nou zal ik je moeten verzoeken. 119, 33? Ja, dat is een bijzondere liefhebberij van mevrouw Eva Bonheur. Ze is tot in het dolle verliefd op algebra, wiskunde, deelt, vermenigvuldigt. Dat is een wonderkind. Nee, blijf nou nog even zitten. Nee, ik kan het zo wel af. Als ik vragen mag, wat brengt meneer mee? 12 van alles. En 371 genummerde recensies. Wat? Recensies. Kritieken. Bij dozijnen. En dan gaat het mij niet aan. Ik bemoei me nooit met jullie zaken, dat weet je. Waarvan moet meneer met Miep leven? Van mijn viool. Goedenavond. Zijn snoes. Zijn zeldzame bezitting.
Ik begrijp alleen niet, staat u mij de opmerking toe, hoe u dit optreden kunt dulden. Ik denk dat het onweer de vrouwen een beetje nerveus heeft gemaakt. Blijf nog even stoel vast. Wil je misschien een sigaar? Dank u. Ik rook alleen sigaretten. Ja, dat was een entree met hindernissen. De eerste barrière. Ja, in mijn jonge tijd moest ik over een half dozijn greppels en de brandkast van mijn schoonvader springen. Maar dat dorst ik niet, hoor. Mondeling. Om die kleuterhand vragen van mevrouw. Ja, ik ben namelijk als wees hier in deze zaak gekomen. Later kwam het pas intern, toen die oude heer het een beetje te kwaad kreeg. Met zijn reumatiek. Om die kleine hand vragen. Aan meneer. Zo als ik voor hem stond, voelde ik me weer die verlegen weesjongen. Hè, die zojuist zijn schoenen had gepoetst. De messen had geslepen en de turf had gestapeld. Ja, dat duurde zo'n half jaar. Hè. En toen had ik het plotselinge geluk om in een droombui op straat door een tram overreden te worden. Dit been te verliezen. Nou ja, resultaat, een prachtige verpleging. En de grote verzoening. Ja, maar om er nou maar goed in te peperen. Wat voor een onderscheiding mij te beurt viel. Sloot mijn schoonvader me op ten overstaan van een voortreffelijke notaris in een gouden kooi met een hangslot. En mevrouw kreeg de sleutel. Zijn methode die kan niet genoeg worden toegepast, Hanning. Ja, bij mensen met een verleden. En eenbenigen, zoals ik. Die met meer belangstelling kijken naar een kom met goudvis hier of een paar opgezette tijdgenoten. Van larven onder een microscoop. Dan naar het gros van onze dierbare naasten. Dus, zij op die gieter heeft ja gezegd. En jij verdient een beetje behoorlijk je brood, met wat erop en zo. Ik heb niet veel op de wereld, maar ik geloof wel een beetje talent. En je weet dat mijn vrouw en ik niet tot die couponknippende keurbende behoren. En dat mopje, mop, dat is dus de vrouw met die sleutel van dat hangslot. Meer schulden heeft in de wijngaard als heren dan het vergeeft ons onze schulden gedoogd. Zo'n vaart zal het niet lopen. Ik ruil met u. Hij ruilt met ons. Nou, jongen, nou stap je waarlijk al te lichtvaardig over de biecht van je schoonvader in spe heen. Ja, en je weet ook dat we enige verplichting hebben aan die schone altstem van Eenhoog. Nou, al zou het hier spoken, ik zou geen stap achteruit gaan. Hulde, Hulde, er zit ras in je. Zegt u? Ik zeg, er zit ras in je. Het volume zou je nog even aan moeten wennen. Ja, nu is het danig uit de koers van de humeur geraakt. Als mevrouw Eva Bonheur op dit uur van de dag zingt, als op dit uur van de dag de orgel bespeelt, dan loopt een barometer angstwekkend achteruit. Nou is ze stil. Ze peinst. Nou wou jij Miep zeker eventjes... Huh? Nee, laat maar. Wij hebben zo onze eigen vrijmetselaarstekens. Sarah Genie, luister jij aan deuren? Natuurlijk, pa. Dan hoef jij niet zo vrolijk op te antwoorden. Huh? Nee. Geef mij geen Judaskus. Als je nog één keer die tuingieter vernielt, dan stuur ik je naar een klooster. Ah. Geen omhelzingen. Die meneer hier wil met jou trouwen. Nou, ik moet zeggen, het is vrij. Schat, lief, ik doe zo. Hou je mond. En sta me toe dat ik meneer eerst eens enkele vragen stel. Zo gemakkelijk laten jouw ouders jou niet gaan. Maar schat... Stil. Heeft u uw militaire dienstplicht vervuld, meneer? Ja, meneer, goddank. Ingaand. Toe, pa. Ik vraag ingaand. 2 maal, 7 volwassen koepokken. Kerkgenootschap? Geen. Eigendommen?
Ik woon op kamers, maar ik heb een viool. Nou, dat zou ik maar niet al te hoogmoedig beweren. 7 volwassen koepokken, geen kerkgenootschap, geen eigendommen. Het is welletjes. Nanning en ik... Wat nou? Nanning en jij? Jullie zijn 2 degenerees. En je hebt me bedrogen met de eieren. Mijn schatliefde...